is natuurlijk half Nederland ziek. EA Sports FC 25 komt uit, a.k.a. FIFA 25. Is het nu echt de moeite waard om de nieuwe versie te kopen? We vragen het aan de grote man van Power Unlimited, Martin Verschoor. Ja, 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 live vanuit de studio waar het altijd gebeurt. De TikTokjes, de video's. Het ziet er gelikt uit, hoor. Ja, dus gewoon mijn zolderkamer, hoor. Nou ja, goed. Ik ken zolderkamers, die zien er toch wel een stuk creepier uit dan deze. Dus lekker bezig. Hey, laten we gelijk even erin gooien. Want dat is toch wel de meest gestelde vraag in mijn omgeving. Waarom zou je ieder jaar dezelfde game kopen? Ja, goede vraag. Waarom zou je dat in godsnaam doen? Ja, vertel. Ja, ze zijn een beetje lui bij EA, hè? Want ze hebben ook weinig concurrentie. Dus het is gewoon heel erg makkelijk. Ze kopiëren de laatste paar jaar al gewoon hetzelfde spelletje. Passen een paar kleine dingetjes aan. En zetten er een nieuw nummertje op. En hartstikke idee, iedereen rent weer naar de winkel. Want vergis je niet, dit is elk jaar weer een van de best verkopende games van Europa. Echt lijp. En waar... Ja, het is echt lijp. En waarom? Nou ja, voetbal is gewoon volkssport nummer 1 natuurlijk. En als je dan zelf met je favoriete spelers kan spelen, waarom ook niet? En is dit nou weer een goede game? Weet je, die FIFA-games, die EA FC-games zijn de afgelopen jaren zijn ze altijd een beetje middelmatig geweest. En ook dit jaar, het is gelukkig beter dan vorig jaar. Nope. Maar het is nog steeds geen fantastische game. Ik vergelijk het altijd een beetje met een kroket. Weet je, je kan naar een chic sterrenrestaurant en dan kom je daar en kan je tegen de chef zeggen van, hey, verras me maar eens. En dan kan het tegenvallen, maar het kan ook heel erg meevallen. En als het dan meevalt, dan bel je je maat op van, oh, wat ik nou heb gegeten, dat is niet normaal. Maar ja, bij EAFC ga je gewoon een willekeurige snackbar binnen en dan trek je zo'n kroket uit de muur. En dan kan het drie dingen betekenen. Of je brandt je gehemelte, ja. Of je hebt een lauwe, of hij is prima. Ja. En dit jaar is hij gewoon prima. Je weet precies wat je kan verwachten en prima kroketje. Alright, het is wel een ontzettend dure trekmuur, want tegenwoordig gaat hij richting de 80 à 100 euro. Ligt eraan welke editie je wil hebben. Maar ik ben wel benieuwd, waar kan hij nog beter volgens jou, FIFA 25? Ja, het is altijd een dingetje met de gameplay. Die hebben ze gelukkig dit jaar wel weer iets strakker getrokken. Dus afgelopen jaar was het echt een arcade-achtige game. Het ging bliksemsnel. Dit jaar is die iets trager, zodat je iets meer ruimte hebt om te pielen. En dingetjes zoals afgelopen jaar, dan had je gewoon een snelle spits. Maar die was ook door de verdediger zonder bal gewoon niet bij te houden. Nee, nou, dat soort kleine dingetjes hebben ze nu aangepast, waardoor het wat minder frustrerend wordt. Alleen het grootste probleem van deze game is, er is geen concurrentie. Dus ze kunnen gewoon lekker achteroverleunen, zoals Erik Jan nu aan het doen is. En gewoon volgend jaar precies dezelfde game uitbrengen met een nieuw nummertje erop. Ja, want wat zijn de belangrijkste veranderingen dit jaar dan in de game? Nou, ze hebben een nieuw systeem toegevoegd. Dat is FCIQ. Dat klinkt heel erg spannend voor de marketeers vooral. Maar ja, de spelers zullen wat anders reageren. Ze hebben ook een nieuwe modus hebben ze toegevoegd. Dat heet Rush. Dan kan je 5 tegen 5 kan je spelen. Oh, en wat dan leuk. Wel weer tof is. Ja, dat is leuk. En wat dan ook leuk is, je kan het ook spelen in de Ultimate Team. En dan kan je dus samen met je maat speel je dus 1 speler. En iedere speler heeft dus zijn eigen speler. Je kan ook niet wisselen. En dan speel je dat dus 5 tegen 5 tegen elkaar. En dat is wel heel erg tof. Maar wat iedereen gaat doen, is natuurlijk die Ultimate Team modus. Ja. Je gaat weer die kaartjes verzamelen. Je gaat er weer veel te veel geld aan uitgeven. En dan ga je je gaat elk weekend weer je controle tegen de muur aan gooien, omdat je net die belangrijke pot verloren hebt. Maar dat is wel wat we weer met z'n allen gaan doen. Ja, het Ultimate Team is zeg maar echt kaartjes en het team samenstellen van je dromen, maar dat kost inderdaad heel veel poen om het te krijgen. En natuurlijk, de Feyenoord-fans zijn eindelijk gehoord. De Kuip zit erin. Nee! Ja, ja. Ja, leuk. Er was al sprake van dat ze dat de afgelopen jaar zouden doen. En toen kwam hij niet, maar dit jaar eindelijk wel. Dus ben je voor Feyenoord, dan kan je nu eindelijk in je eigen stadion spelen. Dat is toch wel heel erg fijn. Ja, eerlijk. Het ziet er vet uit. Ik heb hem al mogen spelen in de Early Access. Had ik er toch bij gekocht, weet je wel. En wat ook toch weer, ja, het is een feature van niks, maar het zit er toch in en de vorige niet. Als het nu sneeuwt in het stadion, blijft het liggen. En je schiet ook dat. En je schiet tegen het net aan, zie je gewoon de sneeuw van het net afvallen. Dat is ook nieuw. Ja, maar het is wel in de lijn van de details. Ja, wel de details. Hey, voordat we afscheid nemen, want ik denk tot zover FC 25. Even een heel andere vraag. Ik ben hier bezig met mijn iPhone shizzle over te zetten. Ik ben nu helemaal bij. Alleen, in één keer heb ik zoiets van, hè? Ik heb de iPhone 16, maar iOS 18. Ik denk, hè?
Waarom is er in één keer 2 jaar verschil gekomen in al die jaren? Nou, ze hebben vanaf de X hebben ze even een nummertje overgeslagen. Ze hebben, af en toe hebben ze een tussennummertje. Je had de XS, je had de XR en toen gingen ze weer naar de 11. Dus ze hebben even een hobbeltje genomen. Ah, dus vandaar de verwarring. Oké, duidelijk. Dankjewel. Okay, en stel, Erik-Jan is klaar met updaten. Wat is het eerste wat je echt even moet aanpassen op die nieuwe iPhone? Dat weet je als goed is ook. Nou ja, ik heb hem hier dus ook liggen. En aan de zijkant van je 16 zit een nieuwe knop. Ja, dus die camera-knop. Of de camera-knop. En die zit beneden. Ja. Die zit onder. En elke keer als je je telefoon pakt, druk je per ongeluk die knop in, waardoor meteen je camera open gaat. Oh, wat jij straks gaat doen, als je klaar bent met installeren, je gaat naar de instellingen, je gaat naar de camera en je zet die knop, zet je op 2 keer klikken, zodat je niet per ongeluk de hele tijd foto's van je binnenzak aan maken bent. Wat een gouden tip, Pik. Dankjewel. Martin, dankjewel. En we gaan morgen lekker spelen, denk ik, hè? Ja, toch. We trappen er toch weer in. Ja, is helemaal goed. Helemaal goed. Ik stuur zo meteen even de PSN door. En we houden van hem, man. Dat is wel mooi afsluiten. Martin Verschool! En we houden van je!